Beste medestanders van Gezin in Gevaar, 2023 is bijna voorbij. En ik wil graag deze gelegenheid nemen om u van harte te bedanken voor alles wat u gedaan heeft. Door uw medeleven, door uw gebed, door uw giften. U heeft hiermee echt het verschil gemaakt. Ik wil deze gelegenheid ook gebruiken om met u samen even terug te kijken. Want 2023 was een bewogen jaar. Het eerste hoogtepunt voor ons was de terugtrekking van Pim Lammers. Even om uw geheugen op te frissen: Pim Lammers is een LHBT-activist die lectuur schrijft waarin de seksuele omgang tussen een volwassen trainer en een minderjarige jongen verheerlijkt wordt. Pedofiele lectuur noemen we dat. Lammers schrijft ook veel kinderboeken die heel veel gelezen worden op scholen: over een lammetje dat na een chirurgische ingreep van een dierenarts een varkentje wordt. Het is zeer doorzichtige propaganda voor geslachtsverandering bij kinderen. Dit jaar dacht de kinderboekenweek er goed aan te doen, Pim Lammers uit te nodigen om een gedicht te schrijven. Dat konden wij als gezin in gevaar niet laten gebeuren. En daarom zijn we direct een petitie gestart. En binnen luttele uren was die duizenden keren getekend. Vrijdagmiddag ging de petitie online en zaterdag trok Lammers zich terug. De grond was hem te heet onder de voeten geworden. Een glansrijke overwinning voor het kind en het gezin. En een smadelijke nederlaag voor de seksuele revolutie. Het succes was zo evident dat zelfs de linkse media wel moesten erkennen dat onze acties effect hebben. Ik citeer: Ultraconservatieve krachten organiseren zich en met succes. Einde citaat. Dat schrijft BNN Fara. Hetzelfde lezen we over ons succes in het stoppen van de transgenderwet. De linkse website One World erkent ronduit dat door de acties van Gezin in Gevaar... dit D66-wetsvoorstel voorgoed in de la verdwenen is. Ja, dat zijn de media. Maar hoe zit het eigenlijk met de gewone mensen? Wij merken dat onze acties steeds meer bekendheid krijgen. En dit werkt door op scholen. Daar tekenen ouders protest aan tegen Paasen-vrijdag en de Week van de lentekriebels. De publieke omroep Medialogica noemde vorig, ons vorige week nog in een uitzending... als één van de boosdoeners die roet in het eten hadden gegooid... van de LHBT-agenda in het onderwijs. En scholen deint ze daarvoor terug. En de winst hierbij is voor het kind. Kinderen zijn immers zichtbaar ongemakkelijk door die LHBT-propaganda. Het is een stukje van hun natuurlijke onschuld en schaamte. Kinderen die willen geen paarse kleren aan op Paarse Vrijdag. En door onze acties sterken we kinderen en ouders... ...die een natuurlijke afkeer hebben van dit soort propaganda. We helpen ze om niet mee te gaan met de promotie van seksuele zonden. In de MediaLogica-uitzending vertelt een school dat ze de kinderen lieten kiezen... ...of ze wilden deelnemen aan de seksuele voorlichting... ...of dat ze ze niet mee wilden doen en dan moesten ze naar de aula gaan. En wat was het effect? Vijftig procent van de kinderen zat in de aula en deed niet mee. In de uitzending wordt ook nog aangegeven dat 2023 een echt kanteljaar was. Geen jaar daarvoor hadden de scholen zoveel protest gekregen tegen het programma van Lentekriebels. Wij kunnen deze strijd tegen die perfectering van kinderen alleen maar voeren door de steun van donateurs zoals u. De LABT-lobbyisten van Rutgers en COC leven voor meer dan 95% van subsidie. Wij krijgen. Nul euro subsidie. En dat precies is ook onze kracht. Daardoor kunnen wij echt onafhankelijk voor het kind en het gezin opkomen. En kunnen we vrij uitspreken tegen de dwalingen van de seksuele revolutie. Dat maakt ons uniek in Nederland. Wij hopen hierin dat we een Johannes de doper kunnen zijn, iemand die de heiligheid van het huwelijk verdedigt tegen de goddeloze Herodes. Hij heeft er zelfs zijn leven voor gegeven. Onze rol als voortrekker. Wordt ook gezien door ouders. Steeds vaker benaderen zij ons. En ze zitten soms met de handen in het haar, omdat hun kind perverse seksuele voorlichting krijgt op school. We helpen ze met advies, soms bieden we juridische bijstand. En de advocaatkosten, die kunnen we opbrengen dankzij uw giften. Deze ouders staan met de rug tegen de muur. Sommige scho scholen stellen zich verschrikkelijk arrogant op en hebben geen enkel respect voor de rechten van de ouders. Maar ze deinzen terug als ze weten dat ouders de steun krijgen van een groeiende burgerbeweging die gezin in gevaar is. Ik noem in dit verband ook de christenen op de werkvloer. Denk vooral aan Benny, de onderwijsassistent die ontslagen werd omdat hij op Paarse vrijdag weigerde een Paarse armband te dragen. En Benny werd mede ontslagen omdat hij de Heilige Schrift citeerde, Romeinen 1, over hoe mensen de natuurlijke voor de tegennatuurlijke omgang hebben verruild. En wij verdedigden Benny in de rechtszaal. Dit jaar, in 2024, volgt Hoge Beroep. Ik heb al een datum voor de zitting en binnenkort ga ik u er meer over vertellen. Maar voor nu wil ik dat u weet, Benny die voelt zich enorm gesteund door uw steun. Naast Benny zijn er ook andere christenen, wiens naam ik niet kan noemen uit angst voor juridische repressaliers. Iemand anders is ook ontslagen vanwege het citeren van de Heilige Schrift over seksu seksualiteit. Nota benen bij een zogenaamde christelijke organisatie. En wij hebben hen bijgestaan. Wat deze mensen doormaken, het is echt ongelooflijk. En daarom vraag ik u, bid u alstublieft voor deze vervolgde christenen. Een ander hoogtepunt dat ik wil noemen is het Gezin in Gevaarcongres op 29 april. We kwamen bij elkaar met meer dan 200 mensen om samen na te denken over de verdediging van het gezin, waar boeiende lezingen over de oorsprong van de genderideologie. En ik heb gehoord van heel veel aanwezigen dat het echt bemoedigend was, inspirerend om met zoveel gelijkgezinden bij elkaar te zijn. De sfeer was echt geweldig. Er is nog een gebeurtenis die ik zeker moet noemen en dat zijn de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Die waren een nederlaag voor pro-LGBT partijen als D66 en een overwinning voor partijen als PVV, BBB, Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omzicht. En dit zijn allemaal partijen die niet meegaan in die consensus van gender, LHBT en abortus. In ieder geval niet even extreem als D66 en andere linkse partijen. En natuurlijk, ik weet het, één zwaluw maakt nog geen zomer. Maar je ziet bij deze partijen meer kritiek op de genderwaanzin. En dat biedt echt hoop. Het is veelzeggend dat LHBT-lobby's na 22 november hun zorgen hebben uitgesproken over de politieke aardverschuiving. Ze voelen aan dat ze aan de verliezende kant staan. ...en dat wij winnen. Gezin in Gevaar heeft dankzij uw steun kunnen inspelen op de verkiezingen... ...voor en na 22 november. Toen de Tweede Kamerleden op 6 december werden beëdigd... ...vonden zij ons starterspakket op hun bureau. Met onder andere onze publicaties en een brief die hen op weg helpt... ...om bijvoorbeeld een einde te maken aan de seksuele indoctrinatie op scholen. Ons starterspakket werd uitgebreid uitgemeten in de media. RTL Nieuws, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, die schreven er allemaal over. En de SGP-leider Christoffer reageerde in de media positief op ons starterspakket. Heel wat minder positief was Frans Timmermans. Die noemde ons pakket, en ik citeer... Walgelijk fake news van een christen fundamentalistische club. Einde citaat. Geen enkel argument dus. Alleen maar blinde boosheid. Ik vat het maar op als een compliment. Timmermans reageerde ook nog als volgt. Ik citeer... Als jij tegen het recht op abortus bent, tegen onderwijs over seksuele ontwikkelingen en tegen gelijke rechten voor transgenders, dan ben ik graag je tegenstander. Einde citaat. We zien, politiek links graaft zich in voor een loopgravenoorlog tegen het kind en het gezin. Ergens goed, zo is in ieder geval heel duidelijk waar ze voor staan en wij weten wie de vijand is waar we tegen moeten strijden. Want je kunt alleen tegen de vijand strijden als je weet wat je verdedigt. En dat weten we in deze kersttijd in het bijzonder. Waar wij voor staan, zien we in de kersttaal. Het kind Jezus, omgeven door Maria en Jozef en de herders. Zij vormen de heilige familie. Rond het middelpunt, dat is het vleesgeworden woord. Laten wij de komende dagen daar onze ogen op richten. Laten we daar kracht aan ontlenen om in 2024 met hernieuwde kracht op te komen voor de christelijke normen en waarden. Het gezin van man, vrouw en kinderen. Ik dank u heel hartelijk voor alles wat u gedaan heeft. En ik kan het niet genoeg zeggen: zonder uw steun zouden wij nergens zijn. Uw steun betekent zoveel voor ons en voor heel veel Nederlanders. Voor ouders in nood, voor christenen, voor wie LHBT-ontslag dreigt. U maakt het verschil voor deze mensen. En daarom, vanuit de grond van mijn hart, dank u wel. En een gezegend kerstmis gewenst.